De Stichting Art Laboratorium. En het waren ongeveer 100. Art Lab heeft het afgelopen weekend in het CCS samen met het Kunst- en Cultuurbureau Lisibethi Music and Performing Arts, LMPA, de voorstelling Comacandra gehouden. De theaterproductie is in elkaar gezet om de samenleving podiumkunst aan te bieden en om de studenten voor te bereiden op hun publieke presentatie. Volgens Lisbeth Perotti, artistic director van de LMPA, hebben de studenten 3 maanden lang getraind voor de voorstelling. En het waren ongeveer 100 jongeren, kinderen, jongeren, volwassenen, die eraan hebben meegemaakt, beginners, vervolgniveau, gevorderd niveau, semi-professionals hebben eraan meegedaan. Het was dus een zeer gevarieerd programma. We noemden het een scholenvoorstelling. Voor de pauze hadden we de jongeren tot 12 jaar die presentaties hebben gedaan. Na de pauze hadden we productieklassen. Dat was dan even weer een ander niveau. En muzikanten die een beetje in het vervolg en het gevorderd niveau zaten. Maar aan het eind van de avond had je dus echt wel een topproductie. En dat was een deel van een voorstelling die Artlab voorbereidt om naar Kazachstan te gaan. Dat is een internationale expo waar ze aan deelnemen. En dat was dus een productie, duurde 25 minuten. Dat is dus toen ook gepresenteerd. Dus eigenlijk heel veel, heel breed, van klein, van jongs af, van beginner, amateur, naar semi-professional, naar professionals. De studenten die aan de voorstelling hebben meegedaan, varieerden in de leeftijd van 3 tot 45 jaar. Volgens Perotti zijn de 2 productiebureaus het heel jaar door bezig met repetities. Dus op naar de volgende productie, zegt Perotti. De dansklas bijvoorbeeld van juffrouw Tanuya, dat zijn 3, 4, 5-jarigen al daar beginnen. Dat is de leeftijdsklasse. De ensembleklas, we hebben een kids jamklas. Daar jammen ze al vanaf 5, 6 jaar. Dus we beginnen eigenlijk vanaf 3 en we gaan tot... Ik denk dat de oudste deelnemer een 45 moet zijn geweest, ja. Kijk, dit is onze eerste productie die we samen gedaan. Alhoewel er nog zoveel verschillende dingen zijn geweest hoor, die we samen hebben gedaan. Maar dit is eigenlijk een formelere samenwerking. Op naar de volgende productie. En daartussen zijn er nog zoveel andere werkzaamheden die we samen doen. Lisbeth Perotti, artistic director van Kunst- en Cultuurbureau Lisibethi Music and Performing Arts. Zij sprak over de voorstelling Comacandra, die het afgelopen weekend door haar bureau en de Stichting Art Laboratorium Suriname, Artlab, in het CCS is gehouden.